Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en vandaag gaan Mirjam en ik op stap. We gaan samen met mijn ouders naar Duitsland en dan gaan we een paar dagen blijven. Volgens mij gaan we allemaal verschillende dingen doen. Of in ieder geval, dat staat op de planning. Of het ook echt gaat gebeuren, dat is maar de vraag. Maar volgens mij gaan we skiën, schaatsen en allemaal andere rare dingen. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal gaan doen. Niet vandaag, alleen maar in deze video's, maar in de komende video's zal ik dat gewoon laten zien. En ik zal straks nog even laten zien wat Mirjam en ik allebei voor kerst hebben gehad. Of in ieder geval voor de kerst aan elkaar hebben gegeven, want het is natuurlijk nog geen kerst. Maar wat we elkaar hebben gegeven, ga je hem even laten zien. Zometeen gaan we eventjes richting de sportschool om toch nog even te trainen voordat we gaan. En daarna gaan we ongeveer richting 12 uur of 11 uur gaan we ongeveer weg, denk ik. Ik heb natuurlijk al een ontbijtje neergezet. En dat zijn de bakje kwark met honing en de nuts. En een bakje koffie uiteraard. En even iets heel anders voor degenen die het nog niet weten. Ik heb een gratis e-book gemaakt over krachttraining. En daarin staan heel veel dingen over krachttraining. En vooral de nuttige dingen die je moet weten. Dus niet te veel onzin. Maar echte dingen die je gelijk kan toepassen. En dingen waar je echt iets aan hebt. En het enige wat je hoeft te doen, het is gratis. Dus als het goed is, de bovenste link in deze video staat het gratis e-book. En het enige wat je hoeft te doen is op de link te klikken. En dan kan je het gratis e-book lezen. En downloaden. Klaar met trainen en het ging eigenlijk super goed. En we hebben helaas niks gefilmd. Of helaas, we hadden er ook niet zo heel veel zin in. Omdat we ook niet echt iets geks gingen doen. Of iets leuks. Maar als ik niet film voor YouTube, dan film ik vaak voor Instagram. Dus dan post ik daar in mijn story veel tips. Zo moet je zeker kijken. Dan zal ik nog één keer zeggen. Julius.giafara. En daar geef ik veel tips eigenlijk dagelijks wel. Dus dat zou ik zeker even kijken, checken. Ik ga even laten zien wat Mirjam allemaal mij heeft gegeven. Het is nog een klein beetje een rommel, we moeten nog even opruimen. Maar ik ga even laten zien wat ze allemaal mij heeft gegeven. Als eerst heb ik een nieuwe blender gekregen. Of in ieder geval ook een beetje voor ons samen natuurlijk. En deze schijnt heel erg goed te zijn, zei Mirjam. Dus ik ben benieuwd, ik had hem gisteren wel even gebruikt. Toen deed hij het op zich goed. En ik ben altijd gewoon bang dat ik het eerlijk gezegd sloop. Ik heb volgens mij al een stuk of 5 blenders gesloopt. Dus hopelijk blijft deze leven. Maar dat komt waarschijnlijk hopelijk goed. Daarnaast heb ik een harde schijf gekregen van 1 terabyte voor mijn laptop. Omdat ik altijd zo zit te zeuren van, mijn laptop is vol, hij is sloom. Ik had eerst al een harde schijf, maar die is stuk gegaan. Dus nu heb ik een nieuwe gekregen, dus dat is super fijn. En deze zou het als het goed is ook goed moeten doen. Dan gaan we naar het volgende. En ik draag eigenlijk bijna altijd fans, zoals jullie weten. En ja, ik heb nu weer nieuwe gekregen. En ze zien er gelijk een stuk beter uit. En ik heb ook weer een hele zolder bij, want bij die andere was die hele zolder gewoon bijna afgesleten. Maar nu zijn ze weer mooi spinkerspan. En ik ben alweer een paar keer ergens tegen aangelopen. Dus dat is zonde. Maar ja, dat maakt niet. Kijk, het verschil. Dit kan echt niet. Er zit gewoon hier een gat in. Oh, er zit daar een gat in inderdaad. Maar dan heb je zelf niet eens meer door, hè, na een tijdje. Dat je denkt van, oh. Het verschil is echt groot. Ja. Het is echt een groot verschil. Dus dat is super mooi. Voor de rest heb ik ook een tripod gekregen. Dat is deze. Die had ik net van de camera eventjes afgehaald. En daarvoor had ik een tripod die de hele tijd viel, waardoor de camera ook een keer stuk was gegaan. Ik weet niet of je dat nog weet, maar die was dus stuk gegaan. Dus nu heb ik eentje die stabiel is. Hij is wel wat ook klein, maar als het goed is, is deze gewoon chill en kan ik deze gewoon de komende tijd gebruiken. Nu gaan we even naar Mirjam toe. Ik ga even deze erop doen. Die heb ik al gefilmd. Ik heb de blender al gefilmd. Toch jongens? Ik heb de blender al gefilmd, dus niks aan de hand. Oké, wat heb jij allemaal gekregen? Wacht even. Oh, ze gaat even rennen. Dus we moeten nog een klein beetje opruimen, maar dat komt goed. Yes! Ik wou heel graag een Adidas legging, dus die heb ik gehad. En ik had ook, ik wou zeg maar met een bijpassend shirt. En die heb ik ook gehad, maar die was te groot, dus die hebben we teruggestuurd. Voor de fashion. Ja. En ik heb schoenen gehad. Die waren ook niet goed. Die waren ook een beetje te klein, dus die hebben we ook teruggestuurd. Dus het waren de Fila schoenen, ik weet niet of ze die misschien kennen, van die hoge. Ja. Maar die vonden we uiteindelijk toch niet echt, was toch niet het. Oh. En wasknijpers. Ja. Wasknijpers en doekjes, hè? Wasknijpers, yes. En doekjes, want die had ik gevraagd. Ja, yeah. En wat wil je nou eigenlijk nu nog steeds? Een nieuw shirt. Een nieuwe shirt. En schoenen. Ja, maar ik weet niet welke. Weten jullie misschien nog mooie schoenen? Voor dames, hè? Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om te vinden. Dus als je nog iets moois hebt, zet dan een mooie link erin en dan gaan we kijken, toch? Ja, en misschien vind je het raar dat ik wasknijpers en doekjes heb gevraagd. Maar doekjes, die had ik gewoon echt te weinig. En we hadden, wasknijpers gekocht toen we hier kwamen wonen. Maar als je die gewoon zo indrukt, dan knallen ze gewoon uit elkaar. Dus ja, dus het was een beetje gek. Ja. Maar voor de rest was het wel leuke dingetjes, toch? Ja. Ja. En de shirts hebben we ook nog steeds. En ik ga er zo meteen weer 2 verzenden. En echt ongelooflijk hoeveel er al zijn verkocht. Zwarte en een witte, hieronder ligt een zwarte. En we hebben ook nog steeds de petten en de vrouwenshirts. Dus het gaat nog steeds, wordt nog steeds verkocht. Ik vind het echt wel wonderbaarlijk, hoe zeg je dat? Wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk
En als je zelf nog eentje wil, staat een link hieronder en dan kan je zelf eventjes kijken. Voordat we zo meteen gaan, ga ik nog eventjes wat eten. En het ziet er weer een beetje hetzelfde uit, eerlijk gezegd. Ik moet even alles een klein beetje opmaken, omdat we een paar dagen weggaan. Het is niet zo handig om sommige dingen nog te laten staan. 3 broodjes met kip curry salade. Een bakje kwark weer met hetzelfde als in de ochtend. En het moet niet gekker worden. Deze kwark was 35% korting van 70 cent. Dus dat is wel sick. Nou, het is tijd om te gaan. We moeten eerst eventjes naar Horen om daar spul op te pakken. En daarna gaan we richting een bankenwinkel, omdat we toch nog even willen kijken voor een andere bank. En daarna gaan we als het goed is richting Duitsland. Dus we gaan eventjes rustig rijden. Dit doen we aan vandaag. Zo de quads. Veel squats gedaan. De fans en een spijkerjasje. Nou ja, we zijn onderweg naar, niet naar Duitsland nog, want we wouden nog even voor een bank kijken. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik zit ondertussen even op mijn laptop. Maar we staan nu echt helemaal stil bij de Koentunnel. En we staan echt gewoon, oh, ze gaan beginnen, beginnen met rijden. Oh, maar eindelijk. We hebben gewoon een kwartier gewoon letterlijk op dit plekje gestaan. Ja. Yeah. Ik heb er maar een kussentje bij. Een nekkussentje. Voor mijn hart was... Dit is weer een nieuwe dag en gisteren hadden we niks gedaan. Het duurde ook allemaal best wel lang voordat we er waren. Dus ik dacht van, nou, gaan we gewoon lekker slapen en dan gaan we morgen weer verder. We hebben ook echt helemaal niks gedaan. Zo even laten zien bij welk huis we zijn. We zijn trouwens in Duitsland, dat had ik al gezegd. Maar ik ga eventjes een klein beetje laten zien waar we zijn. En dan komt het goed. Kijk, daar ligt Mirjam. Ligt in bed. Ze is nog eventjes aan het liggen. En dat is een mooie kamer, vind ik zelf. Kijk, smaken verschillen. Maar, hoe noem je dit ook alweer? Hemelbed. Dit is een hemelbed. En dit is de kamer. Dan ga je naar beneden. Zie je beneden. Zie je een grote trap. Het is een beetje blauwachtig nog. Ik denk dat omdat het licht niet aan staat. Het licht aan. Ja. Dat ben ik. Pauw. En dit is de buitenkant. Hier slaapt mijn zusje. Dat is echt veel kamers, man, vind ik. Gaan we even naar beneden. Oh. Dus hier gaan we even een tijdje blijven met de kerst. Zo, en we gaan ook nog even naar mijn opa en oma. Dat is de wc. Mooie wc, hoor. Ja. Nog een kamer. Genoeg ruimte, jongens. Dus als je nog twijfelt om te komen, dan kan je nog komen. Naar de keuken. Kijk wie dat is. Hallo. Hey. Hoe is het met je leven? Goed hoor, ik zoek lekker brood. Dat is... Ja. Zie je? Oh, in één keer goed. Is dat de buitenkant? Ik weet het niet. De badkamer. De badkamer. Zo. Sorry. En dan... Het was een beetje donker overal. En wat cadeautjes. En nog een eetkamer. Eettafel, eetkamer, hoe je het ook wil noemen. Nou, we zijn even aan het lopen door Bad Bentheim. Best mooi, hè, Chris? Ja. Ja, wat ga je nu doen? Wat? Oké. Okay. Kijk, zo ziet het eruit. Ik vind het wel grappig. Het regent wel best hard, dus ik kan de camera niet zo goed bijhouden. En daar lopen mijn zusje en Mirjam samen. Tezamen, kijk hoe lief. Ze lopen samen naar beneden. Dit wordt mijn power lunch. 1 kilo kwark en een bak met chocopasta. Koek. Koek. Wat zeg jij als mijn? Wat? Wat zeg jij? Lekker met je mond zo. Nou, we zijn weer heel ergens anders. En we gaan eventjes een dagje skiën. We waren redelijk dicht bij Winterberg. Niet heel erg. 2 uur moesten we rijden. Maar we dachten van ja. Mijn ouders dachten van als we er dan toch zijn. Daar gaan we ook gewoon gebruik van maken. En ik heb er best wel zin in. Jij weer, Jan? Mm-hmm. We gaan even skiën. Kijken of ik ook nog een beetje iedereen op beeld kan krijgen. En het sneeuwt al best wel hard. En ik ga even laten zien waar we nu zijn. Sommigen zullen het misschien wel herkennen. Vorig jaar waren we hier ook eventjes in bij kerst. En ja, er ligt toch wel iets van sneeuw. Dus dat is leuk. Oké, okay, tijd om even wat te eten. Wat ga jij nemen, Kneel? Water. Water, dat is niet eens water. Kijk wat een mooi shirt. Kijk wat een mooi shirt, dit is genieten hoor. Genieten. Mooi. Mooi. En Mirjam gaat ook curryworst. Volgens mij de vorige keer was het echt lekker die worst. Goed ook. En nog een braadworst voor Nena. En dan gaat ze knippen.
En wat vond je van het skiën? Ik vind het wel leuk hoor. Ja? En wat vond je het leukst? Nee, niet op het begin, een beetje in het midden. Oké, en omdat je toen goed ging of? Gewoon ook mooie bergen. Oké, en mooi uitzicht. En lekker patat. En toen was de piste nog goed. En nu is het niet meer zo goed, dus nu gaan we een beetje chillen en zo meteen weer terug. En jullie is telefoon opladen. En mijn telefoon opladen. Die zit hier. Ja, ondertussen zijn we alweer 2 dagen later en het wordt een soort van semi-week vlog. Ik heb dat nog nooit eigenlijk gedaan, maar dat wordt wel gek. Gewoon alle, van alle dingen die we een beetje hebben gedaan, deel ik gewoon wat en hopelijk zit er wat leuks tussen voor jezelf. We gaan nu even trainen bij de Anytime Fitness in Almelo. En omdat wij een Anytime Fitness abonnement hebben, kunnen we blijkbaar hopelijk ook bij de andere vestigingen. Dus dat gaan we nu even kijken. Ondertussen gaan we alleen nog even deze drinken. En ik zie dat mijn gezicht alweer dik is geworden. Dat die kerstdagen doen nooit echt goed. Hoe is het met jou? Goed. Goed, zit je lekker te drinken? En hoop je dat we erin komen of het wel druk, hè? Ik hoop wel dat we erin komen, maar het is echt heel druk. We staan nu voor het raam. Het is gewoon echt, het is gewoon helemaal vol. Ja, we zitten nu bij de parkeerplaats hierop. En ik heb nog nooit zo druk gezien. En die tuin is nooit zo druk. Maar misschien valt het mee, lijkt het alleen op deze, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Nou, we zijn even aan het beuken en deze Anytime is eigenlijk nog echt veel kleiner dan die van ons. Dus wij denken ook van, nou die van ons is niet zo heel super, maar deze is echt oud. Ik denk dat deze een van de eerste was, want de gewichten hier zijn ook nog best wel oud en allemaal verschillende kleuren en zo. Maar ja, we doen altijd roeien met de riemen die we hebben natuurlijk. Net deden we gewoon 100 keer 5, dus dat ging goed. Mirjam was ook lekker bezig met de 16.25 aan beide kanten, dus dat is 32,5 volgens mij. Als ik het verkeerd heb, kan gebeuren, maar volgens mij 32,5, dus dat is super. We gaan nu even, 30 even beuken. Nou, we hebben lekker getraind en het ging best wel goed. Volgens mij zijn we een beetje verslagen. Oh, nou, nu is het beter. Hoe ging het bij jou, Piest? Goed, mag ik rijden? Je mag rijden, zeker. Dus we gaan nu naar Gietmen. Dat is weer iets heel anders. We rijden heel de wereld langs. Gietmen, want daar wonen we open, of daar hebben we open oma een huisje. En dan gaan we daar even eten en daarna gaan we weer gewoon weer richting huis. Ondertussen zijn we weer helemaal veilig thuis aangekomen en was dit dan ook gelijk de video. Ik hoop dat jullie wat van deze rommel kerstvideo vonden, van alles wat. En ja, misschien vond je het leuk, misschien niet. Doe in ieder geval een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ook als je hem niet leuk vond. En dan zie ik je uiteraard weer in de volgende video. My greatest weapon, I know.